dat moet toch wel een van de aller oninteressantste programma's ter wereld zijn, waarbij elk jaar weer dezelfde nummer zo'n beetje van 0 tot van 1 tot 2000. Dat is toch verschrikkelijk. Er zijn heel groot en succes. Ze zijn daar dagenlang mee bezig, helemaal niet. Dat valt nog aan mee met die kijkcijfers, hoor. Nou, je zegt altijd miljoenen luisteraars naar de radio en iedereen haalt herinneringen op met de muziek. Ze doen maar. Het Van Rossum, kunt u mij horen? Ik kom nooit, zelden of nooit in de supermarkt. Kan namelijk niks vinden. Dus je moet voortdurend mensen aanspreken om van, weet u misschien waar de borsten liggen, zal ik maar even zeggen. En dan blijkt het altijd klanten te zijn en niet medewerkers van de winkel. En die zijn altijd wel vrij pissig als je dan vraagt waar de worsten liggen. We hebben toch zo'n jasje aan dat je ze herkent? Nee, niet altijd. Volgens mij die vakkenvullers die zijn vaak gewoon gekleed zoals ze altijd gekleed zijn, zou ik maar zeggen. En het moeilijkste is als je dus iets heel kleins zoekt, bijvoorbeeld paneermiddel. Ja, of God, ik heb ook wel eindeloos gezocht naar bier 0.0. Want het was altijd een rek met bier. Nou, je houdt het niet voor mogelijk werkelijk. Ja. En dat is er dan net niet bij. Ja. Ja, maar dit is een leveringsprobleem. Dat soort dingen. Kun je nagaan dat het hier alleen nog levensmiddelen zijn. In Amerika en ook in Frankrijk kun je dus alles krijgen. Als je een tuinset zoekt, kun je die ook in de supermarkt kopen. Ja, je hebt in Amerika winkels die zo gigantisch groot zijn. Dat is echt ongelooflijk. Daar heb je eigenlijk alleen al aan de salademixen. He, bij ons, ik weet niet eens of dat bij ons nog gebruikt wordt. Salademix? Ja. En dan heb je dus duizend, Thousand Island Dressing heet dat ook. En, maar daarvan, van dat type spul, heb je duizend verschillende smaken. Dat is echt ongelooflijk. Interessant is in Amerika altijd de afdeling bloemetjes en plantjes. Want dat is wel zo ongelooflijk waardeloos. Amerikanen kunnen een plantje niet in leven houden. Als je dat vergelijkt met een Nederlandse bloemenwinkel of het Nederlandse bloemenaanbod, dat is echt wel een treurigheid. Ook als je in New York echt indruk wil maken op mensen waar je uitgenodigd bent, dan moet je een bosje tulpen meebrengen. Die tulpen zijn namelijk 10 keer zo duur als hier. Je begrijpt, die worden gewoon uit Nederland aangevlogen. Maar dat vinden ze zoiets geweldigs. Ja, wat bij ons een bosje tulpen. Bij het scheiden van de markt kun je ze vaak half voor niks krijgen. Nou ja, dat is. Ik vond die winkels in Amerika veel te groot. Ik heb niks met grote winkels. Echt 0,0. In Amerikaanse series zie je ook nooit planten of zo of bloemen op tafel staan. Nee. Dat is heel duur, want ja, ze hebben er geen oog voor, geen interesse voor, geen talent voor. Ja. De nieuwe Maarten is uit. Ja, zo is dat. 4 keer per jaar verschijnt hij, hè? 4 maanden per jaar, dat is een echt kwartaalschrift, zoals dat heet. Ja, en ik vond het leuk dat jij ook nog, je bent een soort van hoofdredacteur, hè? Dus jij zit nog bij niet de redactie. Een soort van hoofdredacteur, maar gewoon samen met Annemarie, de hoofdredacteur. Dus jij zegt, dit vind ik niks en dit vind ik leuk. Zo is het maar net, ja. Ja. Ik moet zeggen, ik word door de redactie wel afgeremd in mijn, laten we zeggen, fanatisme over bepaalde onderwerpen. Ze zeggen, dus dit kunnen we beter niet doen. Ja, wat mij betreft zou dan elk nummer een fijn artikel over de stoommachine moeten staan, maar daar voelen ze dus niet zoveel voor. Maar in principe, ja, bepaal ik, of samen met de redactie, wat erin komt. Ja, dit is ooit als een grap begonnen, toch? Ja, het was een geintje. Lang, lang geleden. Het bestaat nu, ik geloof sinds 2008, dus reken maar uit, komend jaar is dat 14 jaar, 15 jaar, zoiets. En het Historisch Nieuwsblad maakte altijd een zomernummer. Want heb je de zomer en dan juli, augustus gecombineerd en een extra zomernummer. En dat had altijd een gasthoofdredacteur. En op dat, ik was al heel lang, was ik niet meer, maar toen al heel jarenlang was ik columnist van het Historisch Nieuwsblad. En toen vroeg de hoofdredacteur Frans Smits of ik de redactie wilde voeren van het zomernummer. Zo gezegd, zo gedaan. 2008 ging vooral over populisme en natuurlijk de verkiezingen in de Verenigde Staten. 2008 was natuurlijk een verkiezingsjaar. En voor de gein zei hij, wilde hij mijn hoofd voor op dat nummer. Als een soort van personality tijdschrift. Een beetje een send-up van een personality tijdschrift. Het idee was ironisch komisch. Ja, het was in dezelfde tijd dat de Linda ook opkwam. Hè? Ja, Jan en Alleman had toen zo'n personality tijdschrift.
Dat leek hem een leuk idee. Ik was daar niet zo'n geweldige voorstander van, maar ach, tenslotte dacht ik, dat moet dan maar één keer. En hoewel het Historisch Nieuwsblad heel behoorlijk verkocht werd, werd dit nummer, daar zijn er, ik geloof, 50.000 van verkocht. Dus je begrijpt, toen zei de uitgever, zei van, oh, een leuk idee, en kunnen jullie dat dan niet op een bescheiden basis voortzetten? En zo gezegd, zo gedaan. Dus toen hebben we het jaar daarna, ik geloof, één nummer gemaakt, of twee. Weet ik al lang niet meer, het is hartstikke lang geleden natuurlijk voor een bejaarde. En dus geleidelijk aan zijn we meer nummers gaan maken, dat liep ook wel. En toen kwam eigenlijk de crisis. En tenslotte hebben we te veel van het goede gedaan, hadden we 6 nummers per jaar, daar werd ik ook stapelkrankzinnig van. Dus daar zijn we mee gestopt en toen zijn we weer teruggegaan naar 4. En het is nu al jaren en jaren is het 4. 4 stuks per jaar. Dat is net mooi, dat kan ik net aan. In principe schrijf ik 3 stukken per nummer, dus ik moet toch al 12 stukjes schrijven elk jaar voor de Maarten. Daar heb ik op zichzelf geen bezwaar tegen, dat is goed te doen. En dat is meestal 1 heel lang stuk. Nou ja, heel lang, ook interessant om te weten dat uit onderzoek bleek, we hadden vroeger altijd stukken van 5000 woorden. Dat is te veel. Zelf voor al die enorm serieuze abonnees van de Maarten was 5000 woorden echt veel te veel. Ja, want met de lettertype, wat is het lettertype, 12 of zo, of 11? Ik heb geen idee wat het lettertype is, het is normaal drukwerk. Dus toen zijn we teruggegaan naar 2500 woorden per. Dus dat zijn de langste stukken die erin staan. En dan heb je nog wat strooigoed met de kortere stukken. Dat is het idee eigenlijk. En een groot interview. Ja, en er zijn abonnees en het ligt ook in de winkel, hè? Ja, het is ongeveer 50% abonnees, 50% losse verkoop. Waarbij ik, als ik het wel heb, Schiphol ons beste verkooppunt is. Dat zei je, ja. Ja. Maar ja, dat betekent wel natuurlijk dat de afgelopen tijd niet glorieus was. Ja, nou, daar stonden wat leuke stukken in het laatste stuk. We zullen in de show notes even een linkje zetten dat mensen, als ze er interesse in hebben, er eens naar kunnen kijken en het misschien kunnen bestellen. Onder andere over het CDA stond er een stuk. Ja, maar het CDA, daarin wordt uitgelegd dat er natuurlijk niets over is van het CDA. En in hun stervensnood, nietwaar, van de afgelopen, zeg eens wat, 2 jaar, hebben ze het nog weer veel bruiner gebakken dan ze het toch al hadden gedaan. En zodoende is er nu vrijwel helemaal niets meer over in de peilingen van het CDA. Want een groot deel van die kiezers zijn weggelopen naar de BBB-beweging, als ik het wel heb, of naar andere bewegingen. Dus ja, of het CDA in staat zal zijn tot herstel, moeten we ons afvragen. Het knappe natuurlijk van het CDA was, enigszins op te paard geholpen door de VVD, dat een partij die dik verloren heeft bij de verkiezingen, niet waar in feite in allerlei opzichten de hoofdrol heeft gespeeld tijdens de formatie. Doordat de VVD doodsbenauwd was om een al te linkse indruk te maken tijdens het formatieproces en bij de uiteindelijke regeringsploeg met de uiteindelijke regeringsplannen. Al is nog, geloof ik, de indruk dat D66 beter heeft gescoord dan de VVD als het gaat om het om de regeringsplannen. De inhoud inderdaad, ja. Ja. Ik begrijp hoe graag ik dat zeg. En niet overigens omdat ik zo geweldig van D66 ben, daar heb ik op gestemd, maar uit strategische overwegingen. Maar vooral natuurlijk om de VVD te jennen. Niet waar. Ja, de VVD is de partij die verantwoordelijk is voor vrijwel alle ellende. Niet waar. Mede geholpen overigens door andere partijen. Dat het CDA was er wel altijd bij, hè? Daar was het CDA altijd bij. En D66 is daar voor een belangrijk gedeelte ook bij geweest. Maar we zijn, ik heb het vaker gezegd, ik zeg het toch maar een keer. Herhaling, niet waar, is het belangrijkste principe van alle onderwijs. Wij zijn heel slecht en slordig bestuurd in de afgelopen 20 jaar. Ja, maar gelukkig wordt dat nu wel hersteld in de nieuwe kabinet. Dat hopen we. Dat hebben ze beloofd, hè? Ze hebben gezegd, we gaan helemaal anders doen. Veel beloven, weinig geven, doet de gek in vreugde leven. Dus laten we dat eerst maar eens even heel rustig afwachten. Er is nog steeds geen ministersploeg. We horen wel geleidelijk aan wie er niet in mogen. Die natuurlijk allemaal, ja, vanwege familie, willen we aandacht meer bij aandacht besteden. Familie wil iets heel anders gaan doen, wel hele mooie nuttige dingen. Ja, Sander Dekker zodat, heb ik gehoord. Zodat niemand hoeft te zeggen dat hij er gewoon uitgekeild is. Ja, ja, dan houden ze de eer aan zichzelf. Ja, hè? Zo heet dat, ja. Dus je wordt ruim op tijd worden geïnformeerd dat er is geen plek voor je. Dus
zorgt dat je wat meer aandacht aan je familie wil gaan besteden. Ja, op het moment dat wij dit opnemen is het nog niet bekend dat, wie dit gaat worden. Maar Rutte gaat volgens mij maandag de eerste gesprekken voeren. En zondag worden dan de eerste namen bekendgemaakt die dus nu door de AIVD gecheckt worden. Nou, ik ben erg benieuwd, want die moeten natuurlijk gecheckt worden. Hè? Is overigens die check is niet zo heel erg spannend. We nee, dat heb ik ook altijd begrepen. De belastingaangifte wordt even gekeken en of je niet in, bij de justitie ergens geregistreerd staat en that's it. Ja, je moet een verklaring van goed gedrag hebben. Ja. Ja, ik herinner me dat ik per ongeluk in de gemeenteraad was gekozen. En dan moest je ook blijkbaar een verklaring van goed gedrag te hebben, moeten hebben. Hoe krijg je dat? Kun je dat ergens opvragen of zo? Ik heb geen idee. Geen idee, want uiteindelijk, ik wou er helemaal niet in. Dus uiteindelijk kostte het enige moeite om er weer uit te komen. Het was een administratieve fout, was het in feite. Dus ik heb nooit een verklaring van goed gedrag hoeven af te geven. Je begrijpt dat ik dat totaal idioot vond. Ja. He, een verklaring van goed gedrag. Nou, ik weet veel jongeren die naar festivals gaan en die met drugs gepakt worden, die worden geregistreerd en die kunnen dan niet meer zo'n verklaring. Nee, daar zit je bij je goed te klos natuurlijk, ja. Het is ook niet verstandig om met drugs naar een festival te gaan buiten Nederland. Dat is natuurlijk... Nee, maar dat was in Nederland ook. Oh, het was ook in Nederland. Ja. Oké. Okay. Hebben ze helemaal van die straten waar je helemaal gecheckt wordt. Ik weet helemaal niet precies wat er dan strafbaar is, wat je wel en niet bij je mag hebben. Ja, die hadden wat te veel pillen bij zich. En dat wordt dan weer verdeeld tussen allemaal vrienden op dat festival. Zo gaat het natuurlijk. Ah, nou ja, ik vind dat dus niet zo verschrikkelijk erg, moet ik zeggen. Omdat je ten aanzien natuurlijk van de verdovende middelen, we hebben dat nog nooit eigenlijk uitgebreid behandeld. Kijk, dat de strijd tegen de drugs, dat dat een verloren strijd is, daar hoeven we verder niet zo moeilijk over te doen. Maar het wordt wel tijd dat we ooit de conclusies trekken uit de verloren strijd tegen de drugs. De war on drugs in de United States, Verenigde Staten, is natuurlijk ook al lang en breed verloren. Daar worden tientallen miljarden in gepompt via die FDA. Maar het helpt niet. En dat heeft een heel eenvoudige oorzaak die we wel even kunnen benoemen. Kunnen we later eens praten over de vraag wat we dan zouden moeten doen. Namelijk dat het gebruik van die verdovende middelen, een lijntje cocaïne, die suffe pillen waar jij het over had, waar je dan dus ontzettend fijn van kan dansen. Ja, god, ik vind het allemaal flauwekul, maar dus ik moet er ook voorzichtig over zijn. Ik begrijp nooit waar mensen zich over opwinden op dit punt. Ik vond dat een biertje altijd ruim voldoende. Maar dan hou ik helemaal niet van dansen. Gewoon nutteloos gezwaaid. Je kunt ook andere dingen daardoor doen, hè? Ik dwaal af. Het gaat erom dat dat gebruik van die pillen en het lijntje cocaïne en wat ze vooral een rare troep naar binnen werken, niet waar, om zich tijdelijk gelukkig te voelen. Dat mensen dat niet als een strafbaar feit zien. Die zien dat niet als iets wat crimineel is. Die zien het als iets van, ja, waarom niet? Wat is dat tegen? Waarom is het erger om zo'n pilletje te slikken dan om laten we zeggen, slaveloos te drinken aan alcohol? Alcohol is een harddruk. Hè? Het aantal verslaafden aan alcohol is, wat zou het zijn in Nederland, 600.000 of zo. En dan hebben we nog een hele grote grijze groep van probleemdrinkers, zoals je weet. Ook niet best, ook allemaal mensen die om 12 uur al denken, zo, zullen we eens een flesje open trekken. 12 uur 's middags. Nou ja, denk aan de Engelse koningin, de moeder van Elisabeth. Die is 101 geworden, ik wijs er mij even op. Die trok altijd om 12 uur een fles champagne open. Ja, dat was de heel. Die zal ze niet in eentje naar binnen hebben gewerkt, maar daar werd er wel een glaasje geschonken, ja. Het is beide vergif, hè? Alcohol en drugs, beide vergif wat je lichaam mag. Ja, alcohol, nicotine, het is allemaal levensgevaarlijk vergif. Slaappillen, levensgevaarlijk verslavende rommel. Van, gebruikt u slaappillen, stop ermee, zou ik zeggen. Kijk of het een andere manier gaat. Sta op, drink een glas warme melk. Mensen lees een raar boek. Luister deze podcast, hè. Er zijn mensen die zeggen, ik kan niet zonder de podcast in slaap vallen. Nou, dat vind ik hartstikke fijn, want ik ben een gratis slaapmiddel dus. Ja. Ze hoeven er niet voor te dokken. Het is niet verslavend. Hè? Het is voor de fysiek is het niet slecht. Ik kan me niet voorstellen dat ze oorpijn hebben gekregen of anderszins klopverschijnsel in de schedel. Nee. Dus dat lijkt mij een ideale oplossing. Ja, ik sprak laatst een vrouw en die zegt, ja, jullie liggen tussen mij en mijn man in. Dan hebben ze zo'n kastje of zo'n telefoon. Oh, ja, ik juich het van harte toe. Ja. Hey, waarschijnlijk is die man die is al lang in slaap. Niet waar, en dan die mevrouw ligt nog te tobben. Ja. Vrouwen zijn meestal meer tobbers dan mannen. Ja, maar het is bij die festivals toch wel raar dat er dus aan de entree wordt er constant gecontroleerd. Dat moet dan, hè, vanuit de overheid.
En na afloop en ook tijdens het festival wordt er overal water uitgedeeld. Want als ze aan de pillen zitten, willen ze helemaal gedierig. Ja, zeker. Schijnt dat heel, als je uitdroogt, dat is rampzalig. Ja, dan wordt alleen maar water gedronken. Maar het gaat om het punt dat het gebruik van deze middelen niet wordt gezien als een criminele activiteit. Mensen vinden het eigenlijk heel normaal. En nogmaals, als het op dokters recept is, kun je de meest fantastische verslavende middelen toegediend krijgen. En kijk, die hele grens tussen wat verboden is en wat niet, is vaag. En dat komt omdat niemand daar een duidelijke definitie van gemaakt heeft ooit. Nee, maar vergeet niet dat er landen zijn geweest, denk aan de Verenigde Staten, waar de alcohol tijdelijk verboden is geweest. Ja. Met rampzalige resultaten overigens. Namelijk dat je een enorme illegale handel in alcohol creëert. Ja. Waar je ook weer hele fijne films over kunt maken met John Connery en zo. Dus dat scheelt dan wel. Nee, dat is een heel groot probleem. Zolang mensen dat, ja. Ken je geen mensen die wel eens een lijntje cocaïne snuiven? Ja, zeker wel. Zeker. Kijk, ik ken ze nou toevallig niet, omdat mijn kennissen zo oud zijn, dat als ze een lijntje zouden snuiven, dat ze dan meteen dood zouden vallen. Dus dat, ik heb daar minder ervaring mee. Maar ja, je weet dat dat gebeurt, dat het op grote schaal gebeurt. Ja. Het is al zo dat het rioolwater in Amsterdam, als je daar een slok van neemt, dan heb je al ruim voldoende verdovende middelen naar binnen gekregen. Nou is het wel zo dat cocaïne, daar word je wat agressiever van. Pilletjes, daar word je wat liever van. Dus ze zouden eigenlijk al die hooligans in die stadions zo'n pil moeten geven. Dan heb je nooit meer rellen. Ik weet niet of dit een goede oplossing is, moet ik je zeggen. Dat lijkt me niet. Nee, ja, zelfs hoe gek dit ook klinkt. De voetbalhooligan. Het is natuurlijk treurig dat het allemaal tot geweld leidt en verschrikkelijke dingen. En dat op kosten van de brave burgers dan weer een ME-afdeling uit moet rukken, een regiment uit moet rukken om die lui tot de orde te roepen. Maar ik denk dat de interpretatie ervan eigenlijk in allerlei opzichten, dat voetbalgeweld is, dat is tribaal geweld. En het is duidelijk dat voor heel veel jonge mannen, die missen spanning in hun leven. We hebben een hele beschaafde, rustig soort van samenleving. En nou ja, je kunt dan op Twitter kun je iedereen gaan uitschelden, dat is ook fijn. Maar dat is toch weer wat anders dan met zo'n balaclava op een steen naar een politie. Daar krijg je natuurlijk een enorme kick van, joh. En die endorfine die beginnen te stromen, dat is ongelooflijk. Het is een soort, bovendien is het, je weet dat het een ritueel is. Nou is er laatst in Amsterdam en Rotterdam voor het eerst met scherp geschoten. En dan nadat er dus een hoogst interessante grens, waar houdt het ritueel op en begint de ware ernst? Want ja, stel voor dat de politie zegt, het is zo erg geworden, we hebben hier ligt een mitrailleur bij ons en we knallen er gewoon lustig op los. Dan vallen er dus 13 doden. En dan weet je dat het ritueel voorbij is en dat er een fase van gewelddadigheid is begonnen. Maar in principe is voetbalgeweld, is tribaal geweld en een soort spel. Een soort show van twee kanten. Ja. Het schijnt heel spannend te zijn en zo. De agenten vinden het ook spannend. Misschien niet zo leuk, maar wel. En je begrijpt, die jongens genieten met volle teugen. Wat moet je daar aan doen? Dat jonge mannen zitten met dit probleem. Ik weet niet, vroeger had je altijd het gerucht dat ze als ze in dienst gingen, dat ze dan kamfer toegediend kregen in de gevulde koeken. En dat kamfer een soort van dempende werking had. Dus met name op het gebied van het testosteron een dempende werking had. Ja, God, ben je nooit op de grote weg gepasseerd door zo'n knul op zo'n motorfiets. Die dan zo van achter je afweg voorbij swingt met 210 kilometer per uur. Zijn laatst twee jongens, die hebben er ook een leuk filmpje van gemaakt. Dat ze geloof ik in 10 minuten waren ze van Antwerpen naar Rotterdam gereden. Of zoiets dergelijks. Ja, dat is jonge mannenwerk. Het is stomzinnig. Het is van een diepe stomzinnigheid. Maar dat is wat jonge mannen willen. Nooit zo'n bavianenhorde gezien. Kijk, zo'n bavianenhorde, dat die zit hiërarchisch heel eenvoudig in elkaar. Daar is een mannetje, die is daar de baas en die krijgt alle vrouwtjes. En er zijn ook jonge mannetjes, je begrijpt. Er kan maar één mannetje de baas worden. Dus die jonge mannetjes, die hebben allemaal, die willen ook allemaal hoger op. Dat begrijp je wel. Maar die worden in principe eerst gebruikt om de kudde te verdedigen. Dus als er, komt een of andere roofdier aan of anderzijds dreigende gevaren daar op de savanne, dan sturen ze die jonge mannetjes eraf, want die kun je ook missen. Ja. Hè? Als er daar een paar dood van gaan, dat niemand die er om een traan omlaat in de bavianengroep. Nou, wat wil je met dit voorbeeld zeggen?
dat we voor het jonge mannetje is daar ook in feite voor, hoe moet je dat zeggen, genetisch is die daarvoor ingericht. De jonge man heeft in principe een aanzienlijke portie agressie aan boord. Nou, en de een die stopt dat in de wetenschap, komt ook voor. Er wordt enorm veel agressie natuurlijk in sport gestopt. Hè. Denk eens aan, waar gaat sport over? Winnen. Het gaat over winnen. Hè. Er is nooit een zak aan als je niet wint, want dan hou je dan een tijdje vanzelf mee op. Nee, en dat geldt ook voor vechten. Lekker knokken. Eigenlijk ik ben lid geweest van het Utrecht Studentenkoor. Er waren ook al tal van leden die niet geen groter genoegen hadden dan om na fors alcohol gebruik de boel kort en klein te slaan. Dat waren de plaatselijke bavianen. Zo kun je het rustig uitdrukken. Dat waren de jonge bavianen. En dan kunnen er best eens een paar versneuvelen. En dan stond de ambulance om de hoek klaar. Hè? Dat ja, heb je al dus verteld. Voetbalgeweld is ritueel geweld. Ja. Hey, iedereen weet dat het eigenlijk niet serieus is. Het lijkt enorm serieus, maar het is eigenlijk niet serieus. Want serieus zou zijn, dit was er gewoon op grote schaal scherp geschoten werd. Het was ook heel gauw afgelopen. Hè? Je hoort nooit van dit soort van geweld in totalitaire landen. Mm. Hè? Mm. Heb je wel eens gehoord dat er een omvangrijke, levensgevaarlijke, luidruchtige demonstratie in Peking was? Never, nooit niet. Want je weet dat er kanonhard tegen wordt opgetreden. Dan is het gauw afgelopen. Ja. Dus daar spelen ze het rituele spel niet. Het rituele geweldspel. Demonstreren in alle verschillende varianten van het demonstreren is een spel. Het is ook een grotendeels flauwekul natuurlijk. Maar goed. Maar eigenlijk heb je in iedere sector heb je een soort van bavianenverdeling. De politiek heeft dat ook. Zeker. Wopke zal ook een soort van bavianen zijn. Daar worden ook de jonge mannetjes. Vooral het afbreukrisico in de politiek is natuurlijk zo enorm toegenomen. Kijk, vroeger ging je de politiek en dan zat je, nou ja, pak een beet. Je zat 22 jaar in de Kamer en je was tegelijkertijd burgemeester van Bokstel. En dat was een hele leuke politieke carrière. Dat kan allemaal niet meer. Afgezien van het feit dat als burgemeester van Boksel word je waarschijnlijk bedreigd met geweld door de lokale drugsproducenten. Dat 22 jaar in de Kamer zitten komt helemaal nooit meer voor feitelijk. Je moet er weer uit en dan, hè, dat wordt nu ook weer. Elke 4 jaar is er in de Kamer grote opruiming. Daar ben ik een fervent tegenstander van. Je moet minstens 12 jaar in de Kamer zitten om de zaak, het handwerk, een beetje in de hand te krijgen. Er gaat heel veel ervaring verloren. Maar ze worden er allemaal uitgelazerd als ze te weinig bij op één hebben gezeten. Nou ja, en het is ook natuurlijk een soort van, vind je het te warm worden? Ja, het is hier wel. Ik heb de verwarming op standje 12. Tropisch wil ik nog niet gebruiken, maar. Je hebt ook 3000 jassen aangetrokken. Ja, ik dacht, god allemachtig, het zijn van die rare dagen. Die is ook weer van hoe het mogelijk dat ze bij de weergoden tussen kerst en oud en nieuw altijd hetzelfde type van weer organiseren. Hè? Ja, dat is wel. Dat is namelijk zacht, maar tegelijkertijd koud, nat en akelig weer. En met kerst was het toch wel heel koud hoor? Ja, het was even tijdelijk koud, dat was een vergissing. Ik heb hem nu weer op 8 gezet. Dus. Ja, dat is prima zo. Nog eventjes één komisch dingetje over die Rembrandt, daar hebben we het over gehad. Heb je de wandeldrager. Ja, dat iedereen was gebeld, alle fractievoorzitters, behalve Baudet. Die hadden ze niet gebeld, want ze waren bang dat het anders zou uitlekken naar de pers. Oké. Ja, dat heeft Baudet er nou van natuurlijk, dat hij een beetje een rare schertsfiguur. Hij was altijd al een schertsfiguur, maar hij heeft zich vergist door te denken dat hij dat kon blijven en dat hij dan uiteindelijk misschien toch een keer serieus zou worden genomen. Want ik ben bang. Ik ben bang voor Thierry Baudet dat zijn dagen eigenlijk voorbij zijn. Ja, maar vind je dat ze dat kunnen maken? Het is het bekende komeetgedrag van dit type van politici. Ja, maar op zich zeg je als politiek toch ook door hem niet te bellen. We nemen hem helemaal niet serieus. Nee, ik denk ook dat dat het breed gevoelen is in Nederland. Dat je Thierry Baudet niet serieus kan. Maar hij is gekozen door een bepaalde. Hij is gekozen, ja zeker. Hij had 8 zetels, maar goed, die zijn nu 8 uit elkaar gevallen in 16 andere partijen. Dus dat telt in feite niet meer. Maar het is een wonder dat een dergelijke charlatan in principe staat is om met een blijkbaar vrij redelijk georganiseerde campagne, waarbij hij wel allerlei tenten had en toespraken hield. En 8 zetels, dat is 8 keer de kiesdelen, moet je niet vergeten. 8 kiesdelen, 60.000 plus, dus ja, maar is maken we even 65.000 van. Dus dat is, maar wat kan er misgaan om hem even te bellen? Dat zet hij toch niet meteen op Twitter, zo slim is hij toch wel? Wat kan hem zo'n schilderij nou interesseren? Ik heb geen idee. Nee. Kijk, zij werken natuurlijk, zij moeten het steeds hebben van
van clickbait, van publiciteit. Ja, van rare dingen waardoor mensen denken, hey, moet ik wel even weten hoe het zit eigenlijk. Heeft hij dit gezegd of heeft hij dat gezegd? Ja, het is kermispolitiek. Ik heb het lang geleden al eens een keer gezegd, het is allemaal kermispolitiek. Ja. Je hebt er niks aan, dat is het jammere ervan. Dat de partijen natuurlijk uiteindelijk honderdduizenden, zo niet miljoenen mensen hebben gestemd. De PVV, Forum voor Democratie, de BBB-bewegingen, wat hebben we nog niet meer. En je hebt er geen bal aan, omdat je kunt niet mensen regeren omdat ze idiote programma's hebben. Het is natuurlijk nu doodtij. De periode tussen kerst en oud nieuw is eigenlijk een unieke periode van het jaar. Eigenlijk is het één hele lange grijze zondag. Zo kun je het beste beschouwen. En als ik nou ergens de pest aan heb, dan is dat grijze zondag. Hollandse zondag. De zondagen van mijn jeugd, dat er niets mocht. Als je een scheet moest laten, moest je nog wachten tot het 11:58 was. En eindelijk dan pas kon het. Er was niets te krijgen, alle winkels waren dicht. Dat is godzijdank voor een belangrijk gedeelte is dat veranderd. Maar al deze hele periode, kerstmis, oud en nieuw, doet mij denken aan de zondagen van de jaren 50. Er is niets gaande. Het is eigenlijk overbodige tijd. Het is eigenlijk... De top 2000 kun je kijken of luisteren. Dat is nou wel een heel ongelukkig voorbeeld. Dat moet toch wel een van de aller oninteressantste programma's ter wereld zijn. Waarbij elk jaar weer dezelfde nummers zo'n beetje van 0 tot van 1 tot 2000. Dat is toch verschrikkelijk. Er zijn heel groot succes. En ze zijn daar dagenlang mee bezig, helemaal niet. Dat valt nog maar mee met die kijkcijfers, hoor. Nou, dan zeggen altijd miljoenen luisteraars naar de radio. En iedereen haalt herinneringen op met de muziek. Ze doen maar. Mijn best. Ik vind het een ongekend sloomprogramma. Het is op hetzelfde niveau als schaatsen. Laten we het daarmee vergelijken. Want er is ook in deze dagen enorm veel schaatsen. Elke avond nog tuinnetje weer in Nederland 1. Het 18 uur nieuws, het 6 uur nieuws. Daar kijk ik graag even naar. En dan ben je al en ik denk, god, er gebeurt er niks. Wat is er aan de hand? Weer zo'n man die weer van die rondjes aan het rijden is. Publiek is er tegenwoordig. Dan moet je naar NPO 2 om het nieuws te zien. Ja, maar dan, voordat ik daarachter ben ik 5 minuten verder. Heb ik het topnieuws alweer gemist. Wat is dat voor flauwekul? Dat we die onbeschrijfelijke meligheid van het schaatsen, dat het nieuws voor moet wijken. Dat is toch raar, of niet? Er zit ook geen kip meer in dat stadion. Hè, wat zwaar verliesgevend is, begreep ik. Volgens mij heeft dat te maken met de rechten. Ze hebben gezegd, jullie krijgen de rechten, maar je moet het dan uitzenden op je vlaggenschipzender. En dat is, met het voetbal is dat ook zo. Man, dat schaatsen. Ik heb het al eens eerder gezegd. Vroeger was dat de Europese kampioenschappen, de Nederlandse kampioenschappen, de wereldkampioenschappen. Dat was al met al geloof ik anderhalve week. Dan was je ermee klaar en nu begint dat klote schaatsen. Dat begint op 1 november. En ze schaatsen door naar tot 1 april volgens mij. Het is verschrikkelijk gewoon weg. En net zo goed als ze de Champions League naar de klote hebben geholpen door er een hele grote omvangrijke competitie van te maken. Nou ja, godzijdank. Hoef je niet naar al die onzin te kijken. Ook niet naar de top, weet je het? Top 2000 heet het zo? Ja. Moet je dat niet promoten als NPO-ster? Dat ze zeggen, Maarten zegt ook iets leuks over de top 2000. Dat zou dan... Waar heb jij op gestemd? Dat zou dan aansluiten bij dat idee dat ik een dik betaalde propagandist van de NPO ben. Ja, ze zouden al die salarissen bekend moeten maken. Dik betaald, het is maar wat. Nee, ik vind dat die 2000 zijn al elk jaar diezelfde opgeklopte opwinding. Wat een flauwekul. Dat is toch al 20 jaar een heel groot succes. Nou joh, hoe kunnen er nou 2000 leuke versjes zijn? Ik zou zeggen, koop het verzameld werk van de Beatles en daarbij ook daarmee klaar. Ja, van Nieuwkerk heeft het programma nog met die Blokhuis op de tv. Hartstikke leuke lui hoor, daar niet van. Ik gun het ze graag, zolang ik niet hoef te kijken. Oké, jij hebt nooit dat ze zeiden, kom dus in de quiz of kom dus uw muziek delen, dan... Nee, ze hebben mij nooit gevraagd wat mijn topnummers zijn. Nou ja, dan begrijp ik dat je moet kiezen voor Queen nummer 1. Is dat weer of niet? Ja, die is nu weer op 1. Maar Danny Vera was het vorig jaar. Dus het wisselt nog wel af en toe. Je houdt het echt bij, als ik het goed heb. Ja, nee, ik vind het wel aardig. Ik vind het wel aardig. Oké. Ik heb er niks mee. Ik kan heel makkelijk zelf kiezen over wat ik kan leuk vinden aan de popmuziek van de jaren 60. Ja. Dan heb ik een heel uitgesproken idee heb ik daarover. Na de jaren 60 is er niets van betekenis geproduceerd. Dus daar kunnen we ook kort over zijn.
popmuziek, is kindermuziek, is adolescentenmuziek. Hè? Ik denk niet alleen niet voor niks rock and roll. Hè? Rock and roll betekent gewoon vrije. Dat is rock and roll. Hè? Als je daar even over nadenkt, rock and roll, dat is de herkomst van het begrip. Brommerskieken. Ja, zo kun je het ook zien. Het is muziek voor mensen tussen de... Ja, wanneer begint de puberteit te stromen, zo ergens 12, 13, 14. Ja. Tot ja, wanneer besef je dat het ook allemaal maar tijdelijk is. Ja, bij sommige mensen gaat er nooit over natuurlijk, dan blijven pubers, zeker sommige mannen. Maar god, toch zo 5, 26, 27, dan begin je te beseffen dat er ook nog allerlei andere dingen zijn. Wat is dat voor flauwekul?